Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar een herhaling van Weekendlui. Maar nu is het nieuws met Suzanne Pijken. Dag dames en heren, het is dinsdag 18 juni en u kijkt naar nieuws en actualiteiten. Een bizar voorval vanmorgen op de Servaasbrug. Een 59-jarige man is daar zwaar gewond geraakt nadat hij met een bijl is geslagen. Het voorval gebeurde rond 8 uur vanmorgen in het bijzijn van veel getuigen die op weg waren naar werk of school. De politie heeft een 42-jarige verdachte aangehouden en startte meteen een onderzoek. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De man is aanspreekbaar en is door de politie gehoord. Waarom hij op straat werd aangevallen is nog niet bekend. De gemeente wil het bassin weer een nieuwe impuls geven. Sinds de ingebruikname van de haven in 2000 is de gewenste mix van horeca en detailhandel niet van de grond gekomen. Ja, ik denk dat we met z'n allen wel constateren, ook als je er gaat kijken, dat het bassin op dit moment niet is geworden wat we er destijds van hadden gehoopt. Dat heeft denk ik met name te maken dat er geen logische route eigenlijk die kant op is. Je gaat niet zomaar naar het bassin, behalve als je lekker wat gaat eten daar of op het terrasje gaat zitten. Maar een echte grote trekker die ontbreekt. En daarom is het tijd om daar wat aan te gaan doen. Dat wil de gemeente doen met een aantal relatief eenvoudige ingrepen. Nou, straks als de timmerfabriek helemaal gevuld is, als het Eifelgebouw, de oude Sphinxfabriek, Casco gerestaureerd is met nieuwe functies, dan ontstaat daar een hele logische loop die kant op. Zullen vele duizenden mensen per jaar die kant op gaan. Maar totdat het zover is, willen we alvast een aantal maatregelen gaan nemen in overleg met de ondernemers, het buurtplatform en met de culturele organisaties. We gaan onder andere naar programmering van het bassin kijken. We gaan kijken hoe we betere bewegwijziging kunnen organiseren. Hoe we wellicht nog wat andere inrichtingsmaatregelen kunnen treffen. Dus gaan we in onderling overleg gaan we dat bepalen. En dat alles gaat in een sneltreinvaart gebeuren. Nou, we willen deze zomer gebruiken om het plan te maken, om eigenlijk na de zomer en in 2014 dan echt tot uitvoering over te kunnen gaan. Dus wat dat betreft zetten we de tempo op. Volgens vakbond CNV verdwijnen er een onbekend aantal banen bij Sappi. De papierfabrikant heeft al een aantal jaar te maken met tegenvallende resultaten. Hierdoor blijven investeringen uit. Volgens de vakbond gaan er vooral banen van uitzendkrachten verloren. Bij Sappi werken momenteel zo'n 700 medewerkers. Een belangrijke stap op het gebied van cultuureducatie. Alle partijen op het gebied van cultuur en onderwijs ondersteunen namelijk het project Toon je Talent. Toon je Talent bestaat nu 2 jaar. Het is bedoeld om leerlingen van de basisschool hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur, zoals zang en dans en muziek. Het begon met 120 leerlingen, inmiddels doen er 425 mee. En zij stonden vandaag op het Vrijthof om te vieren dat het project nu voor alle kinderen in Maastricht gaat lopen. In feite leggen alle instellingen, scholen, maar ook de culturele instellingen en de gemeente zich voor 4 jaar vast om een vast aanbod aan elkaar te doen. Dus dat wil nog wat zeggen, want vroeger werd er heel veel leuke dingen gedaan, maar er werd vooral met hagel geschoten als ik eerlijk ben. En nu hebben we het heel mooi kunnen opleiden om ook de lange termijn goed te doen. We hebben zoveel in huis in Maastricht, onderwijs- en cultuurinstellingen. Dan zorgen we met elkaar dat gewoon de basis gelegd wordt om kinderen bekend te maken en hun talent te tonen met cultuur. En dat is hartstikke leuk. Want de bedoeling is dat dit project niet het zoveelste tijdelijke initiatief is, maar structureel wordt opgenomen in het onderwijsprogramma. Nou, het voordeel van dit project is dat je met meerdere partijen om de tafel zit. Meerdere partijen hebben een commitment aangegeven, hebben zelfs de intentieverklaring ondertekend daarvoor. Nou, dat doe je niet zomaar. Het is geen papiertje dat ik in de kast leg en waar ik verder niks mee doe. Uiteraard past dit binnen de ambitie om culturele hoofdstad te worden, maar wat nu als Maastricht het niet wordt? Dan gaan we door, want dit zijn de dingen waarom we het eigenlijk doen. De jonge generatie, rekenen leren, taal leren en alle creatieve dingen leren. Dus want daar draait een stad op, daar moet het om gaan. Uiteindelijk zal de universiteit onderzoeken wat dit project nu concreet oplevert. Of het de cultuurparticipatie ook daadwerkelijk verhoogt. Vrijdag opent Pieter van de Hogeband het nieuwe Geuseltpad.
Daarnaast wil de gemeente er met een ludieke actie voor zorgen dat het bad volloopt. Letterlijk dan. Als je aan een zwembad denkt, dan denk je natuurlijk gelijk aan water. En daarom sluiten we als gemeente aan bij een actie van de WML, Water for Life. Waarbij plekken elders in de wereld geholpen worden waar je niet zomaar schoon drinkwater hebt. En we nodigen dan ook alle Maastrichtenaren uit om aanstaande vrijdag of zaterdag tussen 10 en 4 naar het Geuzelbad te komen met een fles water. Krijg je een vrijkaartje voor en wij doneren 50 eurocent aan het goede doel. De gemeente gaat het opgehaalde water in de directe omgeving gebruiken. Het water gaan we gebruiken om het groen in de omgeving van het Geuzelbad ook een schepje te helpen. En dat is met deze temperaturen wel nodig. De opening wordt eenvoudig aangepakt, maar toch valt er genoeg te beleven. Op vrijdag worden er allerlei rondleidingen gegeven, op zaterdag trouwens ook, tussen 12 en 3. Op vrijdag is dan ook de officiële opening met Pieter van der Hogeband, allerlei zwemwedstrijden die plaatsvinden. Ook zijn er op zaterdag verschillende sportieve activiteiten in de omgeving van verenigingen die gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes van het zwembad. Op zaterdag is er een internationaal hockeytoernooi ook gaande in de omgeving van het Geuzeltgebied. En worden er ook nog allerlei clinics verzorgd. En dan nog meer nieuws over het nieuwe zwembad. De gemeente moet samen met de gebruikers naar oplossingen zoeken voor de problemen rondom het zorgbad. Daarvoor moet het college van BNW in gesprek gaan met de mensen die van het zorgbad gebruik gaan maken. Dat vinden het CDA, de Maastrichtse Volkspartij en de SP. Daartoe dienen ze ook een motie in. Aanleiding vormen de vele klachten die er over het nieuwe Geuzelbad bestaan. De gebruikers hebben onder meer bezwaren over het in hun ogen onredelijke uurtarief dat ze moeten betalen. Bovendien zijn er volgens de gebruikers mankementen aan het bad. Vanmiddag is de petitie tegen de plannen rondom de Tapijnkazerne aangeboden aan wethouder Nus. Onder de titel Handhaaf van het park zijn ruim 1900 handtekeningen aangeboden. De aanbieders zijn geschrokken van de plannen om een stuk van het stadspark aan te passen. De gemeente wil in haar plannen een parkeergarage op een gedeelte van het park realiseren. Hiervoor zouden onder meer de bekende volière en het dierenpark moeten wijken. Voor de aanbieders hebben deze karakteristieke objecten in het park een grote emotionele waarde. Tom Dumoulin gaat definitief van start in de Tour de France. De Maastrichtse wielrenner is door zijn ploeg opgenomen in de uiteindelijke selectie. Dumoulin dankt zijn selectie aan zijn sterke seizoen tot nu toe. Tijdens de ronde van België en Zwitserland presteerde hij uitstekend. Zijn ploeg is met name benieuwd hoe Dumoulin het ervan afbrengt tijdens de tijdritten. Het wordt voor de 22-jarige de eerste keer dat hij in de bekendste wielerkoers van start gaat. Tot zover het nieuws van vandaag. Programma's kunt u terugzien via rtvmaastricht.nl. Na de reclame volgt nog een herhaling van Weekendlui. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.